world is spinning faster than ever before. Sometimes, maybe even faster than you'd like. That's why I would like to ask you to take a moment and listen to an extraordinary story. In all honesty, a truly inspiring adventure of two passionate craftsmen. Hoi, ik ben Willem. What? En ik ben Vincent. IJsje erbij, Willem? Ja, lekker. Mooi. Oh, well, wasn't expecting that, but that's all right. IJsje. Oh, lekker, dankjewel. Together with a group of brainiacs, they are able to offer tailor-made solutions for literally every challenge, resulting in extremely strong and durable parts for aircrafts, safe oil transport through hundreds of miles of pipeline, and for serving deliciously chilled beer at just the right temperature. Wait, so you're able to do all of that just by writing software? Ja, dat klopt. We schrijven software voor industriële automatisering. Kom verder. So, you guys write software, like video games? Nou ja, eigenlijk niet helemaal. Wat wij doen met software is bedrijfsprocessen volledig automatiseren. Ja, laat ik het aan de hand van een recent project uitleggen. Dat was een project bij Fokker. Dat is een fabrikant voor vliegtuigonderdelen. Bij het vervaardigen van de onderdelen voor de vliegtuigen komen ze in zo'n autoclave. En dat is een oven onder druk. Daarmee zorgen we ervoor dat de producten zo sterk mogelijk zijn. In het proces zitten drie grote stappen, waaronder het voorbereiden en het instellen van de autoclave, volledige dataregistratie van alle temperaturen en na afloop is er dus een volledige uitgifte van de veiligheidscertificaat. Ja, het moet met uiterste nauwkeurigheid worden uitgevoerd, zodat de producten voldoen aan de kwaliteitseisen van de klant, zodat de klant weer een veilig vliegtuig kan bouwen en dat wij allemaal veilig naar huis kunnen vliegen. We hebben het proces van werkvoorbereiding tot aan certificatie volledig geautomatiseerd. Dat is om de productietijd naar beneden te krijgen en om de veiligheid van de klanten te kunnen bewaarborgen. Amazing. You made autoclaves like warming up a microwave pizza. It doesn't really seem to fit an airplane though. Ja, om onze software te kunnen testen hebben we een oude gasfles omgebouwd tot mini-autoclave. Je begint met niks en je eindigt met een volledig proces van A tot Z waarin alles automatisch afgehandeld wordt. En dat is toch wel iets wat leuk is om te zien. En als je dan naar Fokker gaat waar de grote autoclaven staan, ja, om daar dan de software te zien draaien, ja, daar word je wel heel blij van. It's their long-standing passion for technology that ensures they can find a solution for literally every challenge. Koelsystemen, zoals software voor proceskoelingen voor je favoriete bier, tot aan klimaatbeheersing voor bloemen. Autoclaven, denk aan het volledig automatiseren van de vervaardiging van vliegtuigonderdelen om aan de veiligheidseisen van de eindklant te voldoen. Transport voor bijvoorbeeld boeken, waarbij onze software precies weet hoe te handelen als er iets misgaat in het proces. Het bouwen van prototypes en de daadwerkelijke machines, zoals huishoudelijke apparatuur, tot aan volledig geïntegreerde robotsystemen. Energiemonitoring, cruciaal voor zaken waarbij de stroom nooit uit mag vallen. Besturingssystemen voor olie, gas en chemie, die uiteraard voldoen aan alle veiligheidseisen en in sommige gevallen met een driedubbele beveiliging. Well, that's just brilliant. But how are you able to make all these different processes your own? I can't even remember what I ate yesterday. Onze engineers zijn techneut in hart en nieren. Als kind alles uit elkaar halen om vervolgens weer te maken. En het zijn ook allemaal autodidacten. Precies willen weten hoe alles in elkaar zit. Ja, en dankzij die passie en jarenlange ervaring zijn wij in staat om een bepaald proces heel snel eigen te maken. Bestaat het niet, dan maak ik het gewoon zelf. Van de complete machine tot het printplaatje van ons koffiezetapparaat. They may not wear ties or look very corporate, but these guys certainly shape the products of the future. Thanks for having me, guys. See you next time.